Het Van der Valk Hotel Tiel is al jarenlang een begrip in de regio en sinds kort wordt er ook een hoteltoren langs de A15 gebouwd bij Tiel. Tiel krijgt een nieuwe horizon. Maar wat gebeurt er allemaal tijdens de bouw en wat gaat er veranderen? In Op de Hoogte geven we je een unieke kijk in de keuken bij Nederlands leukste en meest gastvrije horecafamilie. Met in deze aflevering speciale aandacht voor het zojuist geopende Grand Casino. No more bets, please. Maar eerst blikken we even terug naar het NK Offroad, waar Gert-Jan aan meedeed om even te ontsnappen aan de hectiek van de bouw. Nou, de eerste manche was echt een briljante manche. We hebben er twee banden afgereden en ben op één velg binnengekomen. Dus drie banden en één velg zonder band. We moeten scheppen om die wielen erop te zetten natuurlijk. Een gat gegraven onder de auto om dat wiel erop te krijgen, want de krik was te kort. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes voor beginners, denk ik. Maar de tweede manche banden goed opgepompt en het was een super manche. Lekker gereden en niks fout gedaan. Ik heb een hele briljante co-piloot. Dat is Gert-Jan Schoners van het Dakar Team Schoners. En die weet precies te vertellen wat ik moet doen en ik hou er goed bij. De middag kwam dankzij een aanrijding met een betonnen paal tot een einde. Flinke schade. En dit avontuur smaakt niet naar meer, begrijpen we. Smaakt niet naar meer. Misschien dan maar gaan fietsen. Net zoals de dames van de receptie. De bloesem staat mooi in bloei, het zonnetje schijnt. Dus het is heerlijk om hier nou te gaan fietsen. We hebben heel veel verschillende soorten routes. Door de Betuwe en langs het water, langs de Waal, Maas, Rijn. Dus voor elk wat wils. Het is de mooiste tijd van het jaar. De bloesem staat in bloei, het zonnetje schijnt. Dus perfect om nu lekker naar Hotel Tiel te komen. Om lekker te fietsen en te overnachten. En als je er dan toch bent, waag dan gelijk een gokje in het gloednieuwe Grand Casino van 1000 vierkante meter. Ik heb mijn hele leven zo'n beetje gesleten in de speelautomatenwereld. En op een gegeven moment, in 2003 was het al, toen vond ik eigenlijk de gewone speelautomaten een achterhaald concept. En toen ben ik begonnen met een totaal nieuw concept. En het was toen de tijd was dat modern, het was het Jack's Casino concept. Die periode heb ik met heel veel plezier gedaan, we hebben iets moois neergezet. Maar het was tijd voor wat anders en tijd voor de overtreffende stap. Ik wilde gewoon van scratch af aan totaal iets nieuws neerzetten. Een totaal nieuwe beleving waar mensen iets vinden wat ze eerder nog niet gezien hebben. We hebben een totaal nieuw interieurconcept neergezet. Ik werk al jarenlang met Miguel Cancio, die de Buddha Bar heeft ontwikkeld. Die is ook bij dit project betrokken geweest. We hebben hier eigenlijk totaal iets nieuws neergezet met live cooking, met een buffet, met een open bar, met een horeca gedeelte en 24 uur open. Dus mensen kunnen dag en nacht komen kijken naar ons nieuwe casino. Volgende week veel meer details over het nieuwe Grand Casino. Ik weet niet of je mensen nog die pas geleden op Schiphol zijn geweest, maar tegenwoordig kom je aan, zet je je koffer in een machine en dan komt er een label uit en als het niet werkt komt er iemand helpen. Nou, zo hebben wij dat ook gedaan. We hebben een totaal cashless concept gemaakt. De automaten die werken al automatisch, maar nu is de hele geldafhandeling ook automatisch. En bij ons staat de medewerkster, de gastvrouw of gastheer, staat naast de gast in plaats van tegenover de gast. Als je hier rondkijkt zie je ook geen balies meer. De bar staat tegen de muur. De receptie is een ronde ontvangsttafel. En wij willen eigenlijk dat de medewerker naast de gast staat om het spel uitleg te geven, service te verlenen en het zorgen dat de gast in een warm bad valt. Het Grand Casino en nog veel meer zie je in de volgende aflevering van Op de Hoogte.